Dan hebben we het over een gepantserd verkenningsvoertuig. Wat eigenlijk gebruikt werd door de verkenningseenheden. Die zich voor de grote eenheid uitbeweegden. Het is een Canadian Armored Car type Fox. Ik mag wel zeggen dat hij zeldzaam is. En in zoverre zeldzaam, er zijn er nog ongeveer rond de 15 over wereldwijd. Waarvan 2 in Nederland. En die zijn allebei operationeel. Daar moet je wel heel erg trots op zijn. Ja, dat ben ik ook wel eigenlijk. Ja. We hebben hem al ruim 13 jaar. Het kwam binnen als een wrak. Totaal niet compleet. Van de buitenkant zag het wel compleet, maar dat was het absoluut niet. En door de jaren heen heel veel moeite gehad om alles bij elkaar te zoeken en te maken. Ja, wat voor onderdelen waren zo lastig te vinden dan? De vooras, de achteras, die speciaal zijn omdat ze 20 centimeter breed zijn als elke normale as. De versnellingsbak, stuurhuis, wat heel specialistisch is. En heel veel andere spullen. Wij gaan nu onze afreis maken naar Wageningen voor het Nationale Bevrijdingsevenement. Het bijzondere ervan is dat ik heb voor elkaar gekregen dat hij ook mee mag rijden in het défilé met de veteranen. Daar worden meestal speciaal voertuigen voor uitgezocht. En nou zijn wij gelukkig aan de beurt en is het natuurlijk wel een hele mooie primeur om zijn eerste evenement hiermee te beginnen.